Op 17 april 2011 was de 43ste editie van de Enschede Marathon. De Oegandese Steven Kiprotich liep de ruim 42 kilometer in een recordtijd van 2 uur 7 minuten en 20 seconden. Ongelooflijk, wat een tijd! 2 uur 7, 16, 17, 18, 19, 19, 2 uur 20, 20, ongelooflijk! Wat mij betreft heeft hij meer dan 20.000 training verdiend. 20.000 euro gaan uit de pocket van de sponsor. Uren later kwam Rita Doesburg als laatste Twentse marathonloopster over de finish. TV Enschede deed er verslag van in een rechtstreekse uitzending van maar liefst 7 uur. Ook was er een radio-uitzending van de marathon en een speciale website. En de lopers zijn vertrokken. Met op kop natuurlijk de drie hazen. Jamal Baliga, Steven Kouroui en ook Steven Kiprotich. En hier ziet u de haas die zegt, hey jongens, kom op, even doorlopen. Het gaat nog niet snel genoeg. Al met al wordt hier nog steeds goed op tijd gelopen. Ongeveer 1 minuut zitten ze nu onder het tijdschema. Jarenlang werd door de regionale omroep verslag gedaan van de Enschede Marathon. Pas 2 weken voor de marathondag nam de organisatie het besluit om niet met de regionale omroep in zee te gaan, maar te kiezen voor de lokale omroep. Dit betekende dat de lokale omroep van Enschede voor een grote uitdaging stond. Binnen 2 weken alles regelen voor een urenlang live verslag, op zowel radio als op tv. Binnen die 2 weken is ook nog een website gebouwd en een interactieve app. Nog steeds onder die tijd, ongeveer 1-2 minuten loopt hij onder een nieuw parcoursrecord. En daarmee ook de bonus van 20.000 euro als hij onder de 2 uur, 8 minuten en 30 seconden binnenkomt. Tijdens de marathon was een centrale studio vlakbij de start en finish de centrale uitvalsbasis voor de tv-uitzending. Presentatoren Martijn de Lange en Margot Wit ontvingen tal van gasten aan tafel voor korte gesprekken, waarbij continu geschakeld werd met de marathon en gesprekjes met de lopers. Het commentaar bij de wedstrijdbeelden kwam van 2 deskundigen van Revalidatiecentrum Het Roesing in Enschede. Een van deze 2 is een ervaren radiopresentator, de ander is sportarts en marathonloper. Vanuit zijn vakgebied en ervaring alle ins en outs van de hardloopsport vertelde. Tijdens de marathon reden motoren mee met cameramannen. Ook was er 1 motor met radioverslaggever Guus Verbeek voor een live verslag vanuit het parcours. In samenwerking met Hogeschool Saxion lanceerde TV Enschede FM een website waarop de marathon gevolgd kon worden met zowel een live tv als een live radiostream. Ook waren alle tweets te lezen over de marathon. Konden foto's worden bekeken die door Twitteraars waren geplaatst. Nou, wat het inhoudt is, zoals je ziet, je hebt hier een website waarop het nieuws van TV Enschede komt. Daarnaast hebben we Twitterberichten, dus mensen die langs de route staan en bijvoorbeeld berichtjes sturen van die en die loopt langs of andere dingen. In het verlengde daarvan is door TV Enschede FM met de hogeschool een speciale lopers-app ontwikkeld. Met deze unieke app was het mogelijk om lopers te volgen tijdens hun marathon. Deze app werd zowel door professionele lopers als door de amateurlopers gebruikt. En het meest belangrijke is eigenlijk wel hier in het midden, komt een kaart te staan. Op die kaart kun je de positie van bepaalde lopers zien. We hebben een aantal mensen uitgenodigd voor deze pilot. Die gaan met een GPS-apparaat lopen en die kunnen op die manier kun je dus zien waar die mensen op dat moment lopen op het parcours. Dat wordt live geüpdate, dus je kunt precies zien waar die mensen zijn. De uitzendingen van TV Enschede FM kregen een extra lokaal karakter doordat er niet alleen aandacht was voor de toplopers, maar juist ook voor de vele recreanten. In reportages vooraf werden enkele amateurlopers voorgesteld. Deze werden gevolgd tijdens de marathon en na afloop. Op de kidsrun kreeg bij TV Enschede FM meer aandacht dan bij andere media. Vergezeld door een motor met camera renden kleine kinderen een kilometer, waarna ze vol trots een medaille ontvingen. Dit was voor de kinderen zelf, was ook voor hun ouders en grootouders een geweldige ervaring. De Enschede Marathon bij TV Enschede FM. Rechtstreeks op radio, tv, internet en mobiel. Je mist geen meter. TV Enschede FM.